Na 8 dagen roeien in de Zuid-Koreaanse hitte is het WK van 2013 voorbij. Technisch directeur Hessel Evertsen en zijn rechterhand Nico Rinks blikken samen terug op de 3 medailles, de vele finale plaatsen en de positieve lijn waar het Nederlandse roeien in terecht lijkt te zijn gekomen. Nou ja, ook wat dat betreft. We zijn het seizoen gestart van we hebben een lange weg te gaan naar Rio. Dat is natuurlijk uiteindelijk het einddoel. Nou ja, ik denk dat we gezien de prestaties hier al mogen concluderen dat we aardig op streek zijn. Maar ik denk het allerbelangrijkste vind ik dat we nu een ploeg in Nederland hebben rondroeien. Waarvan er toch eigenlijk jongens zijn die hele normale dingen doen, niet heel bijzonder zijn. Ook niet super gespierd of hele rare trainingsschema's volgen. Ik denk dat dat een signaal is voor de rest van de roeiers in de equipe. Nou, ik geef het seizoen zeker een 8 of een 9. Het is niet zo dat er opeens een nieuwe groep mensen is ontstaan. Al die mensen die waren er al en het werk wat er afgelopen jaren is gedaan, daar bouwen we op voort. Het is wel heel bijzonder dat alle ploegen hier tot en met zondag, of tot en met zaterdag als die finales zijn, ja, vol meedoen. En voor zover ik heb begrepen is dat ook vrij uniek. Dus het is niet alleen in de top heel hoog, maar het is nog eens vrij breed ook. En dat, ja, dat is toch mooi om dat te kunnen concluderen. Alle 50 hebben we laten zien dat ze bij de top van de wereld horen. Wat we nu moeten doen is ontwikkelen. En dan komt het erop neer dat je durft om fouten te maken. En dat betekent dat we dingen die we moeten leren, moeten gaan proberen. En dan heb je het over dingen als de Engelsen doen een hoogtestage. Waarom doen wij dat niet? En wanneer doe je dat wel en wanneer doe je dat niet? Ik kan ook niet echt een vinger achter krijgen van ja, waarom is de prestatie nu zoveel beter dan dat het vorig jaar was. Het is mooi om dat te zien en we moeten het vasthouden. We zijn er nog niet. Hè. De eerste stap is de finale. En de volgende stap is natuurlijk, ja, je wil altijd meer. Heel menselijk. Het is de volgende keer dat je in die finale komt, denk je, ja, leuk en aardig. Hè? Maar in die finale 5e of 6e worden, hoe knap ook. Hè? Ja, zeker als je het hebt over die kleine nummers. Hè? Wat Roel doet, wat Inge doet, echt supergoed. Maar de volgende keer als je in die finale liggen, denk je, ja, doet me niks. Ik wil gewoon die medaille hebben. Dat is mooi in de roelwereld. Je kunt het mooi opdelen in 4 stukken van 500. We hebben nu de eerste 500 gehad. En ik denk dat we nu ergens in de top 10 over de lijn gaan. Maar de echte prijzen worden verdeeld met de 2000 meter. En laten we nou eventjes een stukje van 500 naar 1000. Volgend jaar naar Amsterdam. Laten we daar nou eens even wat van leren. Zodanig dat we nog steeds in die top 10 zitten. Want je mag best experimenteren, want het moet wel leiden tot van top 10 naar top 8. Als het goed is. Dat gaat nog geen onnadenkende dingen. Ik denk dat we, en dan denk ik vooral aan het damesroeien, dat we iets meer kunnen focussen op ploegen die ook echt voor de winst kunnen gaan. Ik denk dat het totaal aantal dames in Nederland, dat ontoereikend is om voor een dubbel 4 en om een 8 te gaan. Wij komen net uit die 8 en onze wedstrijd, en dan moeten de mannen nog, de skis moeten nog, dan zitten toch met z'n allen even snel te kijken van hey, hoe het roelt. Hoe doet Inge het en hoe doen onze mannelijke achterroeiers het? En ja. Ja, die interesse is meer dan dat in het verleden geweest is. En jij bent beren trots? Ik ben super trots. Ik zei bij de opening van de persconferentie toen vertrokken, ik ben trots op deze ploeg. En ik ga eraan toevoegen dat al deze mensen ook trots op zichzelf mogen zijn.